Oké, in deze video ga ik proberen een aantal montagetechnieken uit te leggen. Ja, want ik gebruik nu en dan, ik doe dat heel onopvallend, maar ik gebruik nu en dan montagetechnieken. Het zijn er drie. Je hebt de jump cut. Ik zal zo meteen een stukje film laten zien, een heel kort fragmentje. En dan ga ik daarop de drie technieken toepassen. Dus 1 is de jump cut, 2 is de cover-up. En 3 is de J-cut, de J van Jurassic Park en zo, van Jan, Jaap, J. Toen mij trouwens denken aan Stella, kwam terug van school en zij gebruikte de woorden vagina en penis, maar ze zei dat er een kindje op school had gezegd dat vagina niet het juiste woord is, dat dat eigenlijk een kut is. Ja, ik heb dan uitgelegd dat het wel degelijk vagina is, maar dat kut en lul en zo, dat gewoon... Ik weet niet wat dat doet met deze video verder. Maar ik ga dus drie verschillende manieren van cuts laten zien, hè, in een video. Dus eerst en vooral jump cut. Dus jump cut is gewoon als je een fragment... Kijk, dit is het fragment. Bijna elke 10.000 kilometer zat die vlinderklep vast. Maar het klinkt heel mooi, ik ga het zo beetje laten horen. Dat doet me eigenlijk denken aan mijn Energica, dit ding. En dat blok is dus eigenlijk het blok van 2010, maar nu dus een revisie voor euro 5. Als je zo'n fragment hebt en je wilt daar dat stukje leegte van tussenhalen, kun je gewoon knippen en dan hetgeen er van tussenhalen en dat tegen elkaar plakken en laten afspelen. Dat is een jump cut, dus dat springt zowel in geluid als in videobeeld, dus zowel visueel als audiovisueel. Springt dat gewoon naar het volgende fragment, dus je ziet dat is een abrupte stop. Ja, wacht, dus dat is het fragment van de jump cut. Bijna elke 10.000 kilometer zat die vlinderklep vast. Maar het klinkt heel mooi, ik ga het zo beetje laten horen. Dat doet me eigenlijk denken aan mijn Energica, dit ding. En dat blok is dus eigenlijk het blok van 2010, maar nu dus een revisie voor euro 5. En dan nu de cover-up, dus als dat te veel stoort in een jump van het een naar het andere fragment, dan kun je daar gewoon daar bovenop, op het moment dat dat springt, dan toon je gewoon daar bovenop. Een ander fragment, dat is zo typisch wat ze b-roll noemen. Dus dat je gewoon slow motion beelden of gewoon andere omgevingsbeelden opneemt en op dat moment laat zien, of zelfs gewoon een foto. Je kunt zelfs gewoon een foto daarover plakken of zo'n stilstaand beeld. Dat hoeft niet eens te bewegen, maar gewoon een beeld daartussen. Dat is de cover-up. En dat is dan hoe dat zo'n cover-up eruit ziet. Bijna elke 10.000 kilometer zat die vlinderklep vast. Maar het klinkt heel mooi, ik ga het zo beetje laten horen. Dat doet me eigenlijk denken aan mijn Energica, dit ding. En dat blok is dus eigenlijk het blok van 2010, maar nu dus een revisie voor euro 5. Nu zo'n cover-up, dat kun je voor van alles gebruiken. Hè. Dat is niet enkel om jump cuts te verbergen. Maar dan de meer geavanceerde cut is eigenlijk de J-cut. En daarmee ga je dus, als je het van hem... Ik ga het tonen hoe dat ik het knip. Dit is een beetje moeilijker uit te leggen, maar ik ga tonen dat het geknipt is. Ik gebruik iMovie. Dit kan allemaal met iMovie. Dus het enige dat je doet is, je hebt je fragment, je knipt het ook waar dat de stilte begint. En je knipt het ook waar dat de stilte gedaan is. Maar je gaat eigenlijk van waar dat geluid terug begint, daar ga je de audio gaan loskoppelen. En je schuift dat onderaan een beetje verder door, waardoor dat je die stilte opvangt. Dus dan blijft je beeld lopen, maar je geluid is al versprongen. En dan het beeld ga je erboven, vandaar de J, het beeld ga je erboven zetten en ga je ook mee opschuiven op het moment waar dat de stilte eigenlijk begint. Maar je gaat dat nog een beetje verder afknippen, waardoor dat een jump van het geluid eerst gebeurt, maar het beeld blijft lopen, dus dat valt bijna niet op. En dan de jump cut van het beeld daarna meteen volgt, maar op dat moment blijft het geluid nog altijd gewoon lopen, waardoor het opnieuw niet echt opvalt en dan krijg je zoiets als resultaat. Bijna elke 10.000 kilometer zat die vlinderklep vast. Maar het klinkt heel mooi, ik ga het zo beetje laten horen. Dat doet me eigenlijk denken aan mijn Energica. En dat blok is dus eigenlijk het blok van 2010, maar nu dus een revisie voor euro 5. Nu moest het zijn dat dat toch... Dus dat werkt niet altijd. Je moet dan echt al op het juiste moment... Allee, dat werkt met bepaalde scènes. Hier in dat geval werkt dat nu redelijk goed, vind ik persoonlijk. Maar dat komt zeker niet altijd juist uit. Als dat toch nog te veel stoort, ja, dan maak je er gewoon een cover-up van. Dan zet je er alsnog iets boven. Waardoor dat de moeite nog niet voor niks is. Hè. Maar zo'n jump cut, dat is eigenlijk de meest geavanceerde montagetechniek die ik zelf gebruik. Zo nu en dan. En ja,
Nee, ik weet het, tuurlijk, je ziet dat niet. Omdat dat zodanig goed toegepast is, zie je dat niet. Ik heb ook veel jumpcuts, hè. Trouwens, als ik zeg, als je een cover wilt maken voor een jumpcut, dat kan met een beeld daarover, dat kan ook met tekst. Dat kan met van alles en nog wat, hè. Ik gebruik soms ook wel eens tekst in mijn video's, hè. Maar goed, dat was dus... dat zijn de meest geavanceerde montagetechnieken die ik in mijn video's gebruik. Bedankt voor het kijken en heel graag tot een van de volgende.